Oké, ik heb voor jullie weer een nieuw filmpje voor jullie. Ik heb een shoplog. Ik ben met mijn mannetje naar vorige week zaterdag. Was het heerlijk mooi weer. Zijn we lekker naar Den Haag gegaan. Zijn we naar C&A wezen shoppen. Marks & Spencer. En nog een winkeltje. Kan ik niet onthouden, maar daar heb ik de bon niet meer van. Dus mijn excuus alvast daarvoor. En Kiko. We liepen in de stad. En ik zal hem heel even pakken. Even wachten. We liepen in de stad. En ik wist niet dat daar een Kiko zat in Den Haag. En ik draaide mij gewoon om. En ik zei deze: Kiko. Toen zegt hij: was Kiko? Ik zeg: een cosmetica winkel. Ik zeg: en die was in het begin alleen maar in Italië. Ik zeg: online kon je ook wel bestellen. Ik zeg: maar was de verzendkosten wat duurder. Nu heb je dus ook een Kiko in Den Haag. En ik heb een beetje een rondje gelopen. En toen weer een rondje gelopen, gewoon rustig gekeken. En ja, toen viel mijn oog op het tasje daar neerzetten. Deze doos. Dit doosje. En je had het in turquoise kleur, maar ook in roze. Nou, ik vond roze natuurlijk een hele mooie kleur. Althans, ik vond ze allebei mooi, maar ik kon er maar één kiezen. En hier zit het kaartje bij. Met details en zo. Ik hoop dat je het kan zien. Hier ook. Kan je van smoked. En ik ga hem even terug erin doen hoor. Want anders kreukelt hij. Zo. En dit is het tasje dan. En in dat tasje zitten make-up kwasten. Nou, heb ik best wel make-up kwasten. Die van de HEMA, die zijn prima hoor. Echt helemaal niks op aan te merken. Maar echt, zoals sommige bloggers ook zeggen, goede kwasten hebben ook wat meer resultaat. Nou geeft die kwasten van de HEMA ook net zo goed resultaat hoor. Maar ik heb ze best wel zo lang. Ik heb die ook van Real Techniques, maar die heb ik nog steeds niet gebruikt. Heel stom van me, maar... En mijn oog die viel op deze. En die wil ik best wel hebben, want kwasten zijn natuurlijk altijd welkom. Oh nee. En leg ze even op mijn schoot. Dan kak ik ze even in. Deze, een hele puntige. En ze zijn ook zo zacht. Echt waar. Echt babyzacht. Oh, ga ik het aan mijn gezicht vegen. Stomme oen. Die. Dan kan ik hem wel weer goed inkijken. Zo. Dat is één. Dan doe ik alvast in het etuietje. Zo erin. Oké, ik had dus kwast nummer 4. Er staat zelfs nog een nummer op. Kijk. Ik had nummer 4, dus dit is kwast nummer 4. Nou, dan ga ik toch maar 3. Kwast nummer 3. Wat is deze? Ietsje omhoog. Is ietsje boller. Maar ook zo lekker zacht. Dus ja. Ik kan eigenlijk niet wachten om ze te gebruiken, maar ik had het nog met een collegaatje van me over. Die zei, je moet hem meenemen, ik wil het zien. Ik denk, oh, ik heb wel wat verkeerd gedaan. Oké, dan gaan we weer verder, voordat we verder afdwalen. Naar de kwast nummer 2. Dat is echt een platte oogschaduwkwast. Maar die loopt een beetje
zo bol als je dat kan zien. Kun je dat zien? Ik hoop het. Zie je? En hij loopt hier een heel klein beetje, hij loopt een beetje zo in een punt. En hier ietsje lichter, hier ietsje... Hij is wel heerlijk zacht, zegt hij. En dan nummer 1. Oh, tuurlijk. Laat ik hem weer op zijn kop zien. En dat is een schuinkwastje. Hij loopt een beetje zo omhoog. Als je het kan zien. Zie je? Nou kan je het goed zien. Dus, ja, dat vind ik wel heel erg. Voor onder je ogen of misschien je wenkbrauwen. Ik ga het zien. En dan in zo'n mooi tasje. Nou, dat is ook wel makkelijker mee op vakantie te nemen. Dan heb je alleen maar dit. En meer heb je dan niet nodig in je etui, wou ik zeggen. In je make-up tas. En deze kwastenset was €22,90. Ik heb al tegen mijn man gezegd, ik wil terug. Dus ik was zoiets van, dat gaat geld kosten. Ja, het gaat geld kosten. En toen zijn we bij een winkeltje geweest. Ik ga het even pakken hoor, sorry. Oh! Dit winkeltje. Die zit ook in Den Haag. Dat is zo'n stoftas, want... Plastic tasjes worden niet meer uitgedeeld. En we hadden geen tas bij ons, dus we hebben deze gekocht. Dus deze ga ik dan in een ander tasje doen. Op de kapstok hangen, dan vergeet ik nooit een tas mee te nemen. Want ik vergeet altijd, als we weg gaan, een tas mee te nemen. En dan sta je weer met spullen in handen. Dan moeten we maar weer een tas kopen. Ja, dat is dus niet de bedoeling, hè. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je en maar continu van die tassen koopt en maar verzamelt en dan niet gebruikt. Oké, om verder af te gaan met afdwalen. Daar heb ik ook een thee gekocht. En die is heel erg lekker, moet ik zeggen. Wacht even hoor. Zo. Mijn excuus ervoor. Ik moest echt niet, die kwam zo per ongeluk. En ik heb toch geen zin om naar uit te knippen. Dus het is ook gewoon... Leuk om de keer te zien dat ook wel een keertje misgaat en dan iedere keer aan, uit. Oké, genoeg op dat. Deze thee, ik weet echt niet hoe duur die was. Die tas weet ik ook niet meer, want op een of andere manier zijn we de bon kwijtgeraakt. En daar heb ik ook hele leuke servetten gekocht. Die vond ik zo leuk. En ja... Ik zeg hem, oké, daar gaan we vaker heen. Die heeft leuke servetten. Maar ze hadden nog meer dingen. Keukengerei, kopjes, bekers, dingetjes voor je hobby, schilderdingetjes. Ja, ongelooflijk. Ik zeg, fijn. Wij moeten vaker naar Den Haag. Dan moeten ze maar naar Zoetermeer komen, toch, die winkels. Dan komt Kiko ook maar een keer naar Zoetermeer. Dat lijkt me ook zo geweldig. Er zijn genoeg winkelpanden leeg, dus op dat betreft... En even kijken, waar zijn we toen heen gegaan? Nou ja, maakt niet uit, ik pak gewoon wat bij me ligt. Bij Marks & Spencer heb ik een mooie broek gekocht. Deze. Een mooie blauwe, ik weet niet of je het goed kan zien. Ja. En er zitten van die... ritjes van Rose Gold. Dat is deze. En het is een skinny broek. En er zit hier zo echt van die hele leuke ritjes. Ik weet niet of je het kan zien. Ja. Echt Rose Gold. Daar ben ik echt blij mee met deze broek. En die was... €11,95. Nou ja.
Voor 11,95 kan je het natuurlijk... Het was in de uitverkoop, hoor. Dus... die voor 11,95. Daar ben ik echt super blij mee. En bij CNA... wilde toch nog hebben dat mijn... even uit beeld. Mijn mannetje toch nog een broek erbij houdt. Want zoveel broeken heeft hij niet. En deze. Dat is gewoon een hele simpele blauwe broek. Ik gooi weer wat op de grond en ik heb net gestofzuigd en dat soort dingen. Dat is deze, blauw. Ja, gewoon een mooie pantalon. Sorry. En die was 15 euro in de uitverkoop. Dus ja, kijk. Van 29,80 of 29,90 voor 15 euro. Dus ja, daar kan je het ook niet voor laten. En natuurlijk zag ik ook een leuke broek. Waarom is niet te keer? Maar dit is een spijkerbroek. Die ziet er zo uit. Met een riempje daar. Heel leuk, schattig riempje. En ja, ik vond een mooie broek. En die was niet in de uitverkoop. En deze is 29,90. Dus ja. Die vond ik wel heel erg mooi. En... dat is wat we geshopt hebben allemaal. Afgelopen zaterdag. Dus ik krijg het weer even op een stapel. Dan is het ook weer makkelijker op te ruimen natuurlijk. Alles waait weer weg. Kan ik straks alles in één keer opruimen. Oké, dit was het geshopte filmpje. Of video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden wat ik geshopt heb. Het is in ieder geval niet veel. We hebben wel een onwijs gezellige dag gehad. We hebben ook nog lekker bij V&D gegeten. Een schaaltje met allemaal... ja, salade dingetjes. En ze hadden ook iets met kip en rijst en al die andere dingen. Dus daar heb ik wat van genomen. Ik heb heerlijk genoten die dag. Trouwens, wij allebei samen. En ja, mochten jullie het filmpje leuk vinden, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Want dat vind ik hartstikke leuk als jullie dat doen. En willen jullie graag nog meer filmpjes zien? Dan kunnen jullie altijd hier beneden abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dag!